Ubisoft heeft een hele drukke releaseperiode. Aankomende tijd komt de Division 2, de nieuwe Anno komt eraan, maar ook Trials Rising is verschenen. Onze Michiel heeft een review gedaan, maar zowel Tom als ik hebben de game inmiddels ook gespeeld. En wij laten even ons licht schijnen op de nieuwe evolutie van de browser game die we allemaal hebben gespeeld toen we groot werden. Oh, wat, wat een soort van mooi coming-up story. Ja, het is begonnen op spelen.nl en Newgrounds en nu is het gewoon een best wel gevestigde serie. Het is een super gevestigde serie en ik heb deze game ook echt oprecht, denk 100 uur gespeeld op spelen.nl. Ja, en ik ben nu bezig met dat zeg maar toppen met Trials Rising. Absoluut. De game is, het is eigenlijk een simpel balansspelletje. Je stuurt niet van links naar rechts, het is gewoon automatisch gaat je motor rechtdoor. Maar het gaat om het balanceren in de lucht. Zo min mogelijk airtime. Zo goed mogelijk op de heuvels naar beneden komen. En het is eigenlijk in dat opzicht een soort Tetris, Peggle, Candy Crush-achtige simpelheid die je van zo weinig games ziet. Het is puzzelen met physics. Precies, ja. Dat is het eigenlijk. En dat werkt fantastisch. Ja, ik ben het helemaal ook eens. Ik had Michiels review, ik was hem aan het lezen en ik zat er toen net ook zelf, weet je wel, mijn eerste paar avonden in. En ik had zoiets van, shit, hij heeft wel gelijk. Ja, hij zegt heel erg gelijk. Er zijn een aantal dingen anders ten opzichte van de vorige trials en dat is eigenlijk dat het meer bare bones is. Gaat meer om het... Vorige keer zaten er ook allemaal stunts in, hadden ze toegevoegd. Dat hebben ze eigenlijk allemaal weer weggehaald. Ja, waarom hebben ze dat gedaan? Er was natuurlijk een deel waarbij alles heel futuristisch was. Maar ze zijn nu weer heel erg back to basic. Wat heel erg cliché klinkt. Zo van, oh, ze gaan terug naar de roots. Dat is zo van, het is echt zo'n spuit elf statement ook weer. Maar ja, ze gaan in wezen wel een beetje terug naar de roots. Want het is weer best wel, ja, het is meer gebaseerd op landen en dergelijke. Het zijn super over de top tracks. Maar het draait alleen nog maar om gewoon dat balanceren. Dus ook die stunts en zo zijn eruit, wat ik best wel fijn vind, want ja, weet je, het is leuk dat het erbij zat, maar het draait toch meer om dat balanceren. Nou, dan focussen ze zich gewoon helemaal op. Je creëert een game waar je dan avondenlang alleen maar aan het balanceren bent. Ja, en die game is ook heel fijn om weer opnieuw te starten als je valt. Want het is gewoon, je drukt op de select knop, ben gelijk weer bij het begin. Het is gewoon zo prettig snel om alles weer op te pakken. En dan heb je heel erg snel ook, als je dan een keer een mooie run hebt gehad, dan heb je meteen zoiets van, doen we nog eentje. Ja, want je zit dan toch in dat level. Ja, nee, ik heb vaak dat ik heel vaak nog dat level zelf nog een keer doe, want dan zit je er toch in. Ja, en sowieso moet je best wel wat levels ook opnieuw gaan spelen. Ja, dat klopt. En ik wil het even hebben over het level design, want ik vind het echt super vet. Op een gegeven moment heb je Siberische vliegtuig waar je echt door de lucht, door een heel cargo hol van een vliegtuig heen gaat. Uit het vliegtuig natuurlijk. Stuk je weer uit het vliegtuig. Ja. Het slaat nergens op. Ja, dat is zo vet. Het is over de top in hoe gek het is, maar weet je, ik ben blij dat het futuristische eraf is. Want het is, weet je, er is een level in Nederland, er zijn levels in de UK, er is iets in het Midden-Oosten. Het is best wel gaaf gedaan allemaal. Ja, dat is heel tof gedaan. Wel is er een kleine klacht volgens mij over de snelheid van de progressie. Ja, er zitten superleuke levels in. Echt als je denkt van fantastische tracks die ook gewoon gaaf zijn om echt te leren en keer op keer te blijven doen. Maar dat is een beetje het probleem. Die levels moet je soms keer op keer blijven doen, omdat je pas heel laat, weet je wel, nieuwe motoren krijgt en nieuwe levels krijgt. Dat gaat allemaal met een soort van heel raar progressiesysteem waarbij je contracten moet je heel vaak opnieuw spelen. Levels moet je hogere medailles inhalen. Er zijn een aantal leuke uitstapjes, maar die moet je heel vaak gaan herspelen om XP te verdienen. Ja, en dat is eigenlijk een gameplay verlengende keuze van de ontwikkelaar geweest om je te laten progressie te laten boeken op basis van XP in plaats van op basis van je hebt nu dat level gehaald, dus dan krijg je een nieuw level. Ja, precies. Je krijgt bij sommige nieuwe dingen krijg je pas een nieuw level, nieuwe helmen, nieuwe motoren als je bepaalde XP hebt en in loot crates. Ja, en loot crates zijn wel een dingetje. Ze heten hier gear crates. Je krijgt er één per level en het is dan open je ze en dan is het van alsjeblieft, 3 stickers. Ja. 3 common stickers. En een shirt wat je al 6 keer hebt gekregen. Ja. Want het hele punt is, je kunt nu je eigen motor en je eigen rider helemaal customizen. Wat op zich geinig is, maar weet je, je krijgt bijna nooit toffe dingen in die gear crates. Het is alleen maar die stickers, want die zijn er natuurlijk miljoenen. Ja. Dus loot crates waarvan je denkt van, weet je, ik heb er op een gegeven moment had ik er 20 in de backbone staan. Dat ik zoiets had van, boeit me eigenlijk ook niet. Waar doen we het dan voor? Nou, voor het balansspelletje. Ja, we doen het voor het balansspelletje, maar dan is het wel weer jammer dat stel je bent er al heel goed in en je wil heel veel verschillende levels spelen, dat je dan eerst moet je 20 keer hetzelfde level doen voordat je dan weer, oh, daar krijg je de moeilijkere levels en zo. Dat was ook waar Michiel over klaagde. Hij is natuurlijk ook een Trials Pro zo'n beetje. Dan is het jammer dat je eerst zeg maar 30 keer diezelfde easy en medium levels moet doen voordat je bij hard aankomt. Dus in die zin snap ik wel dat hij zegt van, de progressie wordt echt een beetje stunt het door het feit dat je gewoon continu moet blijven levelen. Okay. Dat is jammer.
Nog één dingetje, één klein sidestepje. Er is weer een couch multiplayer dat je zeg maar met 4 motoren in de diepte tegen elkaar kunt racen. Die levels zijn wat generieker, maar dat komt ook omdat er minder ruimte is, want je bent met z'n vier, maar waar ik het wel even nog over heb. De tandem mode, dus je kunt op een tandem motor racen. Wat hilarisch vet met je vriend of vriendin. Ja. Als je allebei gast, en dat moet je, dan ga je 120% van de snelheid van een normale motor. Maar je doet het met z'n tweeën. Dus het is sowieso hilarisch. Ja. Omdat alles fout gaat en je beschuldigt altijd de andere personen ervan dat het fout gaat. Het is de kleine soort van overcooked editie in de game. Die je relatie test tot op het bot. Ja, en bijna alle levels kun je in tandem mode doen. En vooral ook omdat, weet je wel, die party mode is lachen gedaan. Maar de levels zijn vrij saai. Zou ik zeggen dat de game in multiplayer couch co-op leuker is om de tandem mode te doen. Want dan kun je echt de toffe levels beleven met echt moeilijke shit en echt... weet ik veel, hoepels die je lanceren en dergelijke en afgronden dat je denkt van, what the fuck? Maar dan met z'n tweeën! Ja, dan met z'n tweeën en vol haat. Echt vet. Ja, het is echt leuk. Ja, ik heb jij hebt een hele goede relatie. Ja. Mijn vriendin heeft ook niks met trials of dit soort type spellen, maar met de tandem mode was het toch wel telkens zo van, oh, oké, kom, laten we deze dan ook met z'n tweeën proberen. En dan, oh, nee, we kunnen het wel. Terwijl ik eigenlijk had verwacht dat weet je, nooit los zou komen bij haar. Dat ze zei hebben van, ja, motoren, spelletjes, snap ik niet, geen zin in. Maar nee, ze vindt het echt fantastisch en ik vind het ook fantastisch. Echt een hele goede co-op modus. Ik hoop dat ze meer gaan doen met dat soort tandem-achtige gekke dingen. Leuk man. Trials Rising, hij is er. We zijn super positief. En wil je echt alles weten over de game, lees dan vooral Michiel's review gamersnet.nl. En bedankt Tom voor jouw visie hierop. En ik ben ook lekker onderweg aan timmeren in de game. Ja. Trials Rising, hij is hier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende op gamersnet.nl. Doei.